Maar goed moment dat je kijkt. Goed moment. Nogmaals, mocht het geen goed moment zijn, zet ons dan even op pauze en kijk ons op een later tijdstip even. Welkom terug! Leuk dat je ons toch bent gaan kijken, nu je wel tijd hebt. Er is een haartje op een bord. Houd ik voor. Goed. Welkom bij de Scoville. Daar zijn we weer. Ja, echt. En de zon schijnt, luchtblauw, heet saus. Ik hou van jou. Au, au, au. Dat gaat ook. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Scoville, ja, waarin wij pittige, mag ik niet zeggen hete dingen, want ik ben naast me corrigeren, maar niet alles is heet. Heel veel is niet heet van wat wij eten, het is pittig. Maar wat is het verschil? Heet kan ook warm zijn. Ja, en dit is al lang niet meer warm, dat hebben we keilang geleden. Nee, maar daarom is het eigenlijk altijd pittig. De Nederlandse vertaling voor spicy is pittig. Ja. Hey, we gaan weer iets pittigs eten en dat gaan we beoordelen. Ja, op 3 verschillende punten. 3, 2, 3. Ja. Hoe pittig is het? Hoe pittig is het? Wat vinden we van de smaak en hoe we ervan gaan zweten. Met een beetje geluk doen we ook nog de snotrating, maar dat kunnen we niet garanderen, want dan moet hij echt heel pittig zijn. Voordat we beginnen, vergeet even niet daar zo, ja, daar niet vergeten, op abonneren te klikken. En als je het wel vergeet, ja, dat zeggen we de volgende keer gewoon weer. We kunnen dat zien, hè, wie kijkt en niet klikt. Ja. Je weet wie je bent. En dat kan ook via social, want we zijn te vinden op Facebook. Ja, gezichtboek. Sorry, gezichtboek. Ja. Instagram. Instagram. TikTok. Die. Wat is het vandaag vandaag? Het is vandaag de dag. Ik ben aan de beurt. Ja, dat ik een cadeautje ga krijgen van TJ. Ben je daarvan? Ja. Oh, TJ, wat is dit? Ja, wat vind je van het inpapier? Kerstig. Kerstig. Ja, ik weet niet wat het is. Ja, ik weet wel. Ja? Ah, maar ik ga niet zeggen. Je weet niet meer wat het is. Niet meer. Ik heb geen kort. Ah, ik kan het zien, jullie niet. Oh ja. Ik weet niet wat het is. Wel de nutrition facts. Dus het is een Engels sausje. Oh. Weet je wat het van is? Nee. De Puckerbutt Pepper Company. Pamper. Zeg ik echt pamper? Ja, maar but en pamper, dat is wel erg... Weet je waar dit van is? Nee. De Puckerbutt Pepper Company. Yes! Echt trots op mezelf. Ken ik niet. Puckerbutt Pepper Company. Dat is van Ed Currie. Ja. Ed Currie, wie is dat? Nou, die ken je wel van die Chili Contest en... hij is de bedenker en creator van de Carolina Reaper, de 7 Pot Primo volgens mij, en nog een aantal, en de Pepper X. Ik heb alles opengemaakt. Dat je een keertje het flesje tegen de muur gooit. Het is hot sauce, Smokin Racha. Racha of Sriracha? Nee, Racha. Dus ik denk dat het hetzelfde is. Ik denk dat het een saus gebaseerd is op sriracha. Kijk, die ziet er ook een beetje uit. Oh, dat vind ik leuk. Ja, dat vind jij lekker ook. Deze saus is te koop bij dekkerpepper.nl. Yes. En te bestellen met onze kortingscode SV15 voor 15% korting op je gehele bestelling. Heel goed idee. Hey, en als je een heet sausje hebt gegeten met iets en je denkt, oeh, dat wil ik even wegspoelen met iets lekkers. Hebben we ook een samenwerking met Voyago Beers of the World. Beers. 3 heerlijke biertjes die je kan bestellen. Ja, dus ze hebben er meer, maar 3. Ja, 3 soorten. Ja, sorry. Anders waren we heel snel op. Die kan je bestellen via voyago.nl/shop. Hieronder in de beschrijving. Met dezelfde kortingscode SV15 voor 15% korting. Jongens, we geven alles weg. Waarom doen we dit? Dus. De Smokin Racha hot sauce van de Puckerbutt Pepper Company. Is met ongeveer 50% Rode Habañero's gemaakt. Rode Habañero's, daar kennen we die ook weer van. Van zero naar Habañero. Hier boven in beeld. Die is leuk. Is gemaakt met 50% Rode Habañero pepers. En die hebben tot maximaal 350.000. Twee. Nee, ik heb hem gegeven. Dus maximaal uitschieten is tot 350.000. Dat betekent dat als dat 50% is, dat hij dan rond de 175.000 of tussen de 105. Korter. Ja. 5. Ik denk zo staat 200 of 200 dat die uitgekomen. Dat is mijn voorspelling. Dat zou kunnen. Ja. Logisch zou zijn tussen de 175 en de 125. Altijd de vinger op de dop. Hoorde je dat? Ja, ik ben van helemaal. Alsof je een fles cola openmaakt. Lekker man. een wit plafond. Had. Jij hebt mij saus afgepakt. Mag ik? Kom. Kijk, nou is het in je hand. Nee. Dan kun je schenken. Ja. Ketchup? Mm, weet je niet. Nee, dat is wel. Totdat je het geproefd hebt, kan je dat niet weten. Oh, een mooi roosje, een rood stukje citroen. Oh. Kijk. Het is een natuurlijke saus zonder extracten. Dus... Oh, ik vind het lekker uit, zeg. Ja, dat dacht ik al. Kreuts. Oh. Deze blijft hier. Je is zo zout. Dit vind ik zo lekker, dit. Zout? Ja. Nee, je wilt hard. Ook. Ik krijg het spontaan, ik droog helemaal uit. Ter plekke. Dat gaan we ook keer gebruiken. Ik wil, ik wil rock, paper, scissors doen. Of waar deze naartoe gaan. Nee, maar ik ben toch. Nee, kom maar. Gewoon één keer. Bij de, op de derde? Het is ta-ta doen. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Ta-ta doen. Ai! Kom, we gaan meteen door. Ja, deze is ook lekker op kibbeling, dat weet ik zeker. Ja, dat kan niet anders. Ik vind hem niet heet trouwens. Oh, oh. Nee, kijk, zo doe je dat. Oh, lekker. Mm. Oh. Oh, jongens. Jammer dat hij op is. Maar wat een goed sausje. Wauw. Ed Currie weet wel wat hij doet. Dat is Engels. De beoordeling. Mag ik beginnen? Ja, zeker. Ja, ik vind het is een combinatie, denk ik. Sorry dat ik hem nee, doe ik altijd. Tussen chilisaus en sriracha. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ik vind het ook qua consistentie een hele goede... Ja, ik zou deze meteen weer bestellen. Ik ga voor de... Even kijken, ik begin bij de zweetreden. Een 2,4. Ik voel wel iets, merk ook wel. Maar niet storend, zeg maar. Dat kan je op een eerste date brengen. Nee, ja, maar dat je helemaal zo ja, vloeizaam wordt. Guts. Pittigheid. Excuus. Pittigheid een 3, maar 1. Oké, okay, hoog. Ja, nou, ja, is dat hoog? Ja. Mijn smaak, ik vind dit een ronde 9. Gewoon een 9,0. Ik vind het echt heel lekker. Geen fruit, geen broccoli, toevoegingen, extracten van. Broccoli is het denk ik prima in een hot sauce. Beter dan mango. Ik vind dit echt heel lekker. Oké, okay, mag ik gewoon weten? Nou, ik ben gewoon eerlijk. Ja, dat is wel goed doen. Nu mijn beoordeling. Sowieso wil ik hem eerst even een Scoville Heat Unit rating geven. Ja, doe dat even. 60.000. Ja, dit is ongeveer wat ik in mijn hoofd had. Ja. Echt? Dat 50.000 in mijn hoofd? Ja. Nou, dat doen we 40. 50.000 dus. Plus, hij zit daar ongeveer in de buurt. Oké, okay. Nou 50, daar. Nou, dat kan ik niet noteren. Dit is zware handen. Ja, het is echt een hele lekkere saus. Ja. Ik kan er ook gewoon niks anders van zeggen. Qua smaak is die wel een van mijn favorieten. Dus ik geef hem een 9,5 voor smaak. Ja, dat is echt hoog. Pittigheid. Een 2. Nou, je voelt wel wat, maar. Dennis 2. Ja, Dennis 2. En dus voor de zweetrating. Hoe kom je daar ineens op, Dennis? Het is gewoon niet dat weet niemand. Een 1,5 voor de zweet. Oké. Okay. Nee, 1. Wat doe je? Ja, had ik net ook. Vind ik goed. 2. 1,5. Nee, 1,5. Toch 1,5. Ik voel wel wat. Echt een hele lekkere saus. dekkerpepper.nl. Zeker even checken. dekkerpepper.nl, de website. Met de kortingscode SV15 voor een korting van 15%. Hey, gefeliciteerd met het winnen van de saus. Ik ga deze straks zelf bestellen. Met mijn eigen kortingscode. Nee, je mag hem meenemen. Nee, ik gun jou deze saus. Ja? Ja. Waarom? Nou, oké, dan niet. Vergeet niet te abonneren. Ja, daar. Doen. Op het belletje drukken. Als je op de hoogte wilt blijven van onze content, vinden we ook leuk. Volg ons op Instagram, op Facebook, likejes geven en onze content gewoon checken en delen met je vrienden en alles. En TikTok. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En stay spicy. Doei.